dat jullie weer kijken. Wij zijn Jump en kijk eens even wie we hier hebben. Jumpy! Onze grote vriend gaat ons helpen bij onze nieuwe, leuke en spannende verhalen. Dus hou ons goed in de gaten en abonneer. Wij zullen regelmatig een nieuw verhaal uploaden en we hopen dat jullie het leuk vinden. Veel kijkplezier! Hi! Daar zijn we weer met een nieuw verhaal. Dit verhaal heet De Gouden Vriendschapappels. Dat klinkt nu al spannend, ja. Hè? De Gouden Vriendschapappels. Oké. In een groot bos staat midden op een berg een kleine stal. Deze stal staat op het mooiste plekje in Nederland. Hoog op die berg in dat kleine stalletje woont één van de allerkleinste ponies van het land. De pony heet Rocky. Ondanks dat deze pony zo klein is, kan hij springen als de beste. Vanuit zijn stalletje heeft hij een heel mooi uitzicht op een mooi groot bos vol bomen. Voor Rocky zijn dat natuurlijk hele grote bomen, want Rocky is zelf maar 50 centimeter hoog. Schattig! Op een dag loopt Rocky door het bos. Ineens voelt Rocky dat er iets onder zijn hoef blijft pakken. Hij tilt zijn voetje op en merkt dat er een steentje zit. Rocky hapt naar zijn hoef. Tot zijn grote verbazing ziet Rocky dat het geen steentje is, maar een piepklein stukje goud. Oké. Dan pas valt het Rocky op dat er een heel spoor van goud ligt. Het lijken wel stukjes appel. Rocky houdt wel van appel. Hij volgt het spoor. Uren achter elkaar loopt Rocky door het bos, het gouden spoor volgend. Eindelijk, na een hele lange wandeling door het bos en door weilanden, komt Rocky uit bij een prachtige appelgaard met, hoe kan het ook anders, met allemaal appelbomen. Maar er is een hele speciale boom. Het is geen gewone appelboom, nee, de boom hangt vol met gouden appels. Er kwam een prachtige glinstering van een boom. En oh, wat zou Rocky die appels toch graag opeten. Rocky besluit terug te gaan naar zijn stalletje. Daar heeft hij nog een hele mooie kar staan. Deze kar is precies goed om heel veel gouden appels in te laden. Hij zou dan wel genoeg hebben voor een heel jaar. Dat is toch zonde, gouden appels opeten. Nou, we gaan het meemaken. Misschien zijn ze er niet op. Hij besloot dit alleen voor zichzelf te houden en er verder met niemand over te praten. Hij zou de appels ook voor veel geld kunnen verkopen. Hij spande zichzelf voor het karretje en hobbelt over het pad met de gouden appelsnippels terug naar de mooiste boom die hij ooit heeft gezien. Onderweg kwam hij zijn vriendjes Mr. Solestijn en Blackie tegen. Ze vragen wat Rocky gaat doen en of hij mee gaat slootje springen. Rocky zegt dat hij last heeft van zijn linkervoet en dus niet mee kan doen. Oh. En nu, hè? Wat ga jij dan doen met het karretje? Rocky moet even nadenken wat hij gaat zeggen en er valt een stilte. Ik heb een hele mooie berg hooi gezien en die ga ik even ophalen en naar de stal brengen. Zullen wij helpen? Vragen Mrs. Solestijn en Blackie. Nee hoor, zegt Rocky, dat hoeft niet. Het is heel ver lopen. Maar jij hebt toch last van je linkerhoef? Dan is het beter dat wij even helpen en dan kunnen wij om en om het karretje trekken. Daar zijn we toch vriendjes voor? Die doen dat altijd samen. Rocky bedenkt zich dat hij op deze manier niet van zijn vriendjes af gaat komen. Weet je, zegt Rocky, jij hebt gelijk. Ik doe het wel een andere keer. Ik ga terug naar mijn stalletje. Ja, dat doe ik. Hij draait zich om en Mr. Solestijn en Blackie blijven alleen achter en besluiten dan maar zonder Rocky te gaan slootje springen. Rocky loopt een stukje verder naar zijn stal en kijkt af en toe achterom of hij zijn vriendjes nog ziet. Zo, die zijn weg, denkt hij. En hij draait zich om richting het spoor met stukjes appel. In rap tempo loopt hij weer langs het hele pad. Spannend. Wanneer hij dichter bij de boomgaard komt, valt het op dat het veel donkerder is geworden. De glinstering is een heel eind verdwenen. Wanneer hij bij de boom met de gouden appels aankomt, ziet deze er heel treurig uit. Rocky denkt, deze boom heeft water nodig. Maar ook de appels hebben hun glans verloren. Wat is er toch gebeurd? In de boom zit een uil droevig op een tak met zijn rug naar Rocky toe. De uil draait zich zijn hele kop rond en kijkt Rocky heel streng aan. Jij wilde het paradijs voor jou alleen houden, zegt hij. Alle appels zijn veranderd van glinsterend goud in grijs staal. Ze zijn heel zwaar en bijna niets meer waard. Rocky begreep nu eindelijk wat hij heeft gedaan. Ja. Hij wilde dus alleen
hij wilde dus alleen dat gaan doen. Zonder zijn vriendjes. En die wilde hem heel graag helpen, maar dat heeft hij dus niet gedaan. En hij komt eraan en die appels zijn niet... zijn grijs. Omdat hij egoïstisch is geweest. Ja. Ja. Moet je eigenlijk ook niet doen, hè? Eigenlijk niet, hè, Jumpy? Nee. Nee. Oh, mooi verhaal, hè? Ja, ja, vond het wel leuk. Wij gaan de volgende keer weer verder met een nieuw verhaal. Wie weet dat dan. Doei, doei. Zo, dat was spannend. Ja, Jumpy. Zo, wij gaan weer op zoek naar nieuwe verhalen en we hopen jullie weer snel terug te zien. Dus abonneer op ons YouTube kanaal, zodat je geen enkel verhaal mist. Doei! Doei.